begreep ik ook een beetje in de voorbereiding van de redacteur dat jij ook zei, ja, ik durf ook bijna niks hierover te zeggen, want je wordt, voordat je het weet, ligt je hoofd ergens. Sterker nog, zij mag er niks over zeggen van mij. Oh, is dat zo? Nou, we hebben afgesproken dat je alleen maar reclame zou maken voor onze podcast. Elke zondag te luisteren. Leuk. Ja. Ja. Nee, maar waarom? Waarom is het zo ingewikkeld? Nou ja, maar dat weet je toch precies. Als je iets zegt, wordt het... Maar is het toch bizar dat we in deze fase dus zijn belangrijk? Maar dat is dus waarom ik totaal begrijp wat de quote van Paul Reumer is. En dat is wel echt heel jammer. Ik vind het heel jammer dat er niet de mogelijkheid en de ruimte meer is voor alle soorten gekke geluiden. Als ik denk aan Theo van Gogh. Soms heb je ook mensen naar die schoppen. En dan kan je daar je weer toe verhouden. En dan en dat betekent niet dat je deze moet zijn. Met, ja, dan zeg ik toch iets. Maar, maar ik vind het belangrijk dat mensen... Ja. Anders gaan we allemaal We zitten nu in een talkshow. En we hebben het alleen nog maar over talkshows. Ik bedoel, hoe vernauwend wordt het, denk ik, steeds. Ja, en het gaat onder water, want het gaat natuurlijk over internet, gaat het door. Je gaat niet meer zien wat onder water gebeurt. Terwijl en ik zit het ook te doen, trouwens. Maar zo gek ben ik ook geworden. Excuses hadden moeten aanbieden. En hadden gewoon moeten erkennen van, luister, we hebben een hele grote fout gemaakt. Dit is een uitgeleide. Dit is niet goed wat we hebben gedaan. En dat het dan gewoon zonder problemen door had kunnen gaan.